Dit is de introductiefilm voor de crochetalon van Michael Wassenaar, de Mr. Blankets Poppen Party Crochetalon. Oh, wat een naam, hè? Het maakt je al blij alleen de naam te horen. Vind ik. De Poppen Party. Woehoe, het wordt een feestje. En ik heb dus af. Je hebt hier ook weer een sneak preview. De aankondiging van deze crochetalon staat ook in de afspeellijst waar dit filmpje in staat. En daarin heb je, als het goed is, een sneak preview gekregen van de deken, want het is een deken, die Michael Wassenaar heeft ontworpen en gehaakt. Zijn kleuren, zijn deken. En dit is de mijne geworden. Mijn kleuren, mijn deken. En Flippy heeft er al meerdere malen op gelegen en hij is goedgekeurd. Dus, als eerste, ik heb een aantal pagina's hier. Ik heb een schrift en daar heb ik van alles op geschreven. De gegevens van... het garen en de deken die Mr. Blanket himself heeft gemaakt. Die ik heb gemaakt. En over het pakket wat je via hobby.nl kunt bestellen. Dat is weer andere garen. Dan krijg je weer andere afmetingen en dergelijke. Nou, alles wat we weten, dat krijg je in deze introductie te horen. Dus daar gaan we. Pak pen en papier. Schrijf mee. Kijk desnoods 3 keer terug, zodat je de gegevens die voor jou van belang zijn, hebt opgeschreven. En daarmee bedoel ik, wil je hetzelfde soort garen als ik heb gebruikt, dan kun je mijn gegevens opschrijven. Ga je het garen gebruiken wat Michael heeft gebruikt, dan schrijf je die gegevens op. En anders, ik geef ook nog de gegevens over het pakket van Hobby. En ook die gegevens kun je opschrijven. En de link, de rechtstreekse link naar het pakket van hobby.nl, die staat dan hieronder in de beschrijving. Dus daar kun je dan op klikken en dan ga je er gelijk naartoe. Maar goed, dat vertel ik dan straks nog een keer. Daar gaan we. Zet even op pauze. Pak pen en papier. En schrijf mee. Denk ik dan. Eerst wat algemene informatie. Iedere week komt er 1 deel online. Ik weet nog niet precies op welke dag. Ik denk dat dat op vrijdag gaat worden. Dat is voor mij de meest makkelijke dag, want ja, daar moet ik dus ook rekening mee houden. Op vrijdag. En dan elke week 1 deel en er zijn 7 delen. 5 delen met de patronen van de lappen. Dit zijn lappen. En 2 delen voor de rand. Dat zijn dus samen 7 delen. En dat betekent dat jij in 7 weken tijd een deken gehaakt kan hebben. Je kunt beginnen wanneer je wil. De Crochet Along blijft beschikbaar op mijn YouTube kanaal. Net als al mijn gewone tutorials en mijn eigen Crochet Alongs, het blijft staan. Dus als jij volgend jaar dinsdag wil gaan beginnen, kan prima. Maakt niet uit. De delen blijven staan. Even kijken. Het is wel een Facebook Crochet Along. Daar bedoel ik mee dat je alleen op Facebook vragen kunt stellen. Niet op YouTube, want dit is mijn kanaal en het is de Crochet Along van Michael Wassenaar. Zijn bijnaam is overigens heel toepasselijk Mr. Blanket. Dus het is zijn Crochet Along. Vragen beantwoordt hij. Zoveel mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk door mij in de tutorial verteld.
Maar mocht je naar aanleiding van een tutorial een vraag hebben, stel die dan op de Facebookgroep. Dat is het meest makkelijk. Zowel voor jou als voor Michael. Dan krijg je antwoord op een vraag die misschien een ander al gesteld heeft. Dan hoef je niet nog een keer diezelfde vraag te stellen. Je kunt gewoon in dat bericht even teruglezen. Staat die vraag er al? Want per week komt er een bericht op de Facebookgroep Vonners Creaties. Met daarin voor die week de vragen die je kunt gaan stellen. Tenminste, het wordt het bericht voor de vragen. En daar zal Michael dan ook de antwoorden geven. Alle losse berichten erover worden verwijderd. Gewoon om niet de hele groep te laten overspoelen met de crochetalong. Want er zijn genoeg mensen die niet meedoen. Die houden niet van dekens, die willen niet meedoen, die kunnen niet meedoen. Hoe dan ook. De Facebookgroep is en blijft voor vonniscreaties. Alleen komen er berichten voor de crochetalong. Voor Mr. Blanket's Popping Party. Vragen dus niet op YouTube stellen. Daar worden ze niet beantwoord. Absoluut niet. Ik ga er zelfs niet bij zetten, stel die vragen even op Facebook. Dat ga ik ook niet doen. Gewoon stel je vragen op Facebook. Heb je geen Facebook of ben je nog geen lid? Maak dan even een account aan en meld je aan bij de groep. Geen probleem, het is een besloten groep, dus je meldt je aan en dan word je geaccepteerd. Je moet even een paar vragen beantwoorden van lees je de algemene regels en zo. Nou ja, dat is allemaal niet zo moeilijk, dat moet gewoon lukken. En je kunt wereldwijd meedoen natuurlijk. Dus dat was algemeen. Dat was algemeen. Dan ga ik nu naar de gegevens van de deken zoals Mike hem gemaakt heeft. Zijn kleuren, zijn hoeveelheid garen en hoe hij zijn kleuren heeft verdeeld over de lappen. Want ook dat vertel ik niet in de tutorials. Omdat je je eigen garen kunt kiezen. En misschien over 3 jaar, als jij dan dit gaat zitten kijken, want zo lang blijft het echt wel staan, is dat garen gewoon helemaal niet meer te koop. Je weet het niet, het kan. Dus vandaar in de tutorial zelf geen gegevens over de afmetingen en over de kleurgebruik, noem maar op. Dat vertel ik hier en nu. Dus, voor Mike. Hij heeft gebruikt de Saskia van de Vibra en haaknaald 5 mm. Saskia van de Vibra en haaknaald 5 mm. Zijn lap, iedere lap, het zijn er 30, iedere lap is bij hem ongeveer 30 bij 30 centimeter. En dan met de rand eromheen wordt de deken 1,70 meter bij 1,90 meter ongeveer. Mooie afmeting voor een echte deken. Hij heeft gebruikt 6 kleuren. Kleur A, B, C, D en E. En F, ook nog F. Weet je nog niks, hè? Ja, kleur A. Dat is bij Mike lichtgrijs. Kleur B is grijs. En gaat dit te snel, zet dan even stop en schrijf verder en zet dan weer aan, hè? C is donkergrijs. D is blauw. Ik pak het even zo voor me. D is blauw. E is beige. En F is bordeaux rood. Bij Mike. Dan de verdeling. Hoe heeft hij zijn kleuren gebruikt? Ik zei al, elke week krijg je 1 deel te zien. En er zijn 5 delen met patronen van lappen. Elk patroonlap haak je 6 keer. Zodat je 6 keer hetzelfde lapje krijgt. Nou, patroon 1, week 1, heeft Mike kleur A voor gebruikt.
patroon 2, dus kleur 2, lap 2, kleur B. Patroon 3, kleur C. Patroon 4, kleur D. En patroon 5, kleur E. Voor het verbinden van de lappen, dus het aan elkaar haken van de lappen, heeft Mike kleur F gebruikt. En dan de rand. Elke ronde van de rand, het zijn er 6, verdeeld over 2 tutorials. Elke ronde heeft een andere kleur. Ronde nummer 1, kleur F. Ronde 2, kleur C. Ronde 3, kleur E. Ronde 4, kleur D. Ronde 5, kleur B. En ronde 6, kleur A. Dat betekent dat je in totaal 20 bollen Saskia van de Vibra nodig hebt. Haaknaald 5 mm. En de kleuren zijn als volgt verdeeld. Van kleur A heb je 4 bollen nodig. Van kleur B 3 bollen. Kleur C 4 bollen. Kleur D 4 bollen. Kleur E 4 bollen. En kleur F 1 bol. En dan, als het goed is, hou je van iedere kleur een klein beetje over. Haak jij losser, dan zul je het misschien redden of dat je een bol erbij nodig hebt per kleur. Dat kunnen wij dus niet beoordelen, hoe vast of hoe los jij haakt. Mike heeft een gemiddelde hand van haken. Dat is wat we erover kunnen vertellen. En dan de gegevens zoals ik het gedaan heb. Deze deken, zoals ik hem gehaakt heb. Ik heb gebruikt katoen van een of ander onbekend merk. Het zijn bolletjes van ongeveer 50 gram. En geschikt voor haaknaald 3,5. Het is geen bekend merk, ik heb ze ergens op de kop kunnen tikken. Zo zie je maar dat je echt alle garen kunt gebruiken. Het maakt niet uit. Je krijgt alleen andere afmetingen. Even kijken. Ja, 50 gram per bol. Haaknaald 3,5. De afmeting van mijn lap per lap is 25 bij 25 centimeter. Dat komt door het dikteverschil van het garen en de haaknaald. En de deken is bij mij ongeveer 1,30 meter bij 1,60 meter geworden. Het zijn dus rijen van 5 bij 6 lappen. Dus rijen, 6 rijen van 5 lappen. En dan nog de rand erin. Nou, dan wordt die ongeveer 1,30 bij 1,60. Ik heb voor elk lappenpatroon, 6 lappen gehaakt natuurlijk, en 2 lappen voor iedere kleur. Dus 2 lappen geel, 2 lappen rood, 2 lappen blauw. En die heb ik in rijen naast elkaar gelegd. Ja. En ik heb de lappen verbonden met grijs. Dus geel, rood en blauw en grijs. Dat zijn mijn kleuren.
Ik heb van geel gebruikt 13 bollen. Rood 12 bollen. Blauw 15 bollen. En grijs 2 bollen. Maar dat zijn dan bolletjes van 50 gram. En dan heb je ik heb 42 bollen in totaal gebruikt. Maar ook daar heb ik resten van over. Dus kom je een leuke aanbieding tegen? Het kan. Het kan echt. Met katoen. Haaknaald 3,5. Nou had ik al gezegd, ik heb dus van iedere lap, iedere patroon, die je dus per week krijgt, 6 lappen gehaakt. 2 geel, 2 rood, 2 blauw. Zodat ik er ook 6 had. Net als Mike, alleen Mike had 1 kleur per lap gebruikt. Voor de rand heb ik ook niet iedere ronde een andere kleur gedaan. Maar ronde 1 heb ik met grijs gedaan. Ronde 2 met geel. Ronde 3 met blauw. Ronde 4 met rood. Ronde 5 met geel. En ronde 6 met grijs weer. Dus ik ben de rand begonnen met grijs en ik sluit hem af met grijs. En dan krijg je dit. Dat is wat ik weet. En dan is er nog het pakket wat je bij hobby.nl kunt bestellen. Zij hebben aan de hand van de gegevens die Mike hen heeft gegeven, de gegevens die hij had van de Saskia van de Vibra, hebben hun het omgezet naar de Tivoli, de Hobby Tivoli. Dat hebben zij omgezet. En zij hebben een kleurenpakket samengesteld die je bij hun kunt bestellen. Hier onderin staat de directe link naar het pakket. Maar het staat je vrij om zelf je pakket daar samen te stellen. Dan bestel je gewoon losse bollen. Misschien van de Tivoli of misschien van andere garen van hun. Dat kan. Dat kan echt. Op dit moment is dat pakket in de reclame. Omdat de losse bollen Tivoli ook in de reclame zijn. Dus wil je een kant-en-klaar pakket, dan zou je dat nu kunnen doen. Maar hoe lang die reclame duurt, dat weet ik echt niet. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat zij een kleurverdeling hebben gemaakt op de volgende manier. Ze hebben 7 bollen wit. En het zijn bollen van 50 gram. 7 bollen Hobby Tivoli wit. 7 bollen donker mint. 7 bollen licht sereen. 7 bollen aubergine, 5 bollen zwart en 2 bollen geel. Nou, ik vind het persoonlijk een super mooie combinatie. Vind ik heel mooi gedaan. De kleuren passen, vind ik persoonlijk, naar mijn smaak, heel mooi bij elkaar. Maar voel je vrij, echt waar. Maar het is wel zo dat als er problemen zijn met het pakket, dat je dan wel contact met hun moet opnemen. Met Hobby, niet met ons. Wij hebben daar verder niks mee te maken. Mijn naam staat wel vermeld bij het pakket, omdat je dus de tutorial op mijn YouTube-kanaal kunt vinden. Het is de bedoeling dat de naam van de crochetalon er ook nog bij komt, maar de persoon die dat regelt is nu op vakantie. Dus dat lukt nu op dit moment nog even niet. Zodra die terug is, dan kan Mike weer contact opnemen en dan gaat hij proberen te regelen dat er dan ook Mr. Blankets Poppin' Party haakpakket of zo bij komt te staan. Op dit moment staat er alleen Vonnis Creaties crochetalon. Dus hi Chrisse. Dus ja. Nou, wat ik al zei, de link staat hieronder in de beschrijving. En dat was dan over dat pakket. En dan nog wat kleine algemene dingen. Je kunt dus echt alle soorten garen gebruiken. Echt waar.
Als je heel dik garen neemt, dan wordt de deken heel groot. Neem je juist extra dun garen, ja, dan wordt het meer een tafelkleedje, denk ik. De berekening van de hoeveelheid die jij dan nodig hebt, moet je echt zelf maken. Daar kunnen Mike en ik niet aan gaan beginnen. En ik hoop dat je begrijpt waarom. Want er zijn zoveel soorten garen, dat wij niet voor ieder garen een berekening kunnen gaan maken. Bovendien weten wij niet, haak je los, haak je vast, haak je gemiddeld. Als je heel vast haakt, dan valt het toch weer heel anders dan wanneer je heel los haakt. Dus die berekeningen kunnen wij gewoon echt niet maken. Je hebt van mij alle gegevens gehad. En daarmee kun je dan je eigen berekening voor je eigen soort garen maken. En ja, verloopgaren, gemêleerd garen, de deken in één kleur maken. Doe. Echt, maak er je eigen deken van. Zoals ik heb gedaan. Dit is echt mijn eigen deken geworden. Gewoon doordat ik met kleuren ben gaan spelen en de volgorde van de lappen en noem maar op. Daar laat Mr. Blanket, Michael Wassenaar, je helemaal vrij in. Hij geeft alleen de patronen en de rand, het patroon van de rand. En hoe jij dan zelf verder de deken gaat indelen, dat mag je helemaal zelf weten. Je mag er je eigen deken van maken. Ja, de afmetingen van de deken zoals jij hem maakt met jouw garen en jouw hand van haken kan dus afwijken. Ook de deken met het pakket van de Tivoli garen, dat is dus anders, want die haak je met haaknaald 4 mm. Dus die is weer net iets dikker als mijn katoen, want die heb ik met 3,5 gehaakt. En hij is dunner dan de Saskia. Die heeft Mike met haaknaald 5 mm gehaakt. Dus de maat ervan zal er tussenin liggen. Zal ik je kijken. En dan tot slot, echt tot slot, want het duurt volgens mij al lang genoeg. Aan het eind van dit filmpje komen plaatjes in beeld. Ten eerste met de gegevens van Mike op een rij, zodat je een screenshot kunt maken of de film op pauze kunt zetten en dan overschrijven als het meeschrijven niet helemaal gelukt is. Je weet beter gelijk, vind je. Met de gegevens van mij en de pakketsamenstelling van Hobby. Die komen aan het eind van dit filmpje in beeld. Er komt geen geschreven patroon. Mike heeft voor mij het patroon uitgeschreven. Maar die is niet geschikt om uit te delen. En ja, dan kan ik zeggen waarom niet, omdat het patroon niet klopt. Moment, moment, moment. Oh, zo irritant, hè. Hebben jullie dat ook, dat je gebeld wordt en dan wordt er niks gezegd? Regelmatig. Maar goed, er komen dus geen geschreven patronen. Dat is een geschreven patroon. Zowel Mike als ik vinden dat hij moet kloppen tot op de komma en de punt. De punt op de i en de punt aan het eind van de zin. Het streepje door de t. Alles moet perfect kloppen. En dat is zo ontzettend lastig. En dat vraagt zo ontzettend veel tijd dat dat niet gebeurt. Er komt geen geschreven patroon. Als je hulp nodig hebt, dan kun je dat op de Facebookgroep vragen. Ja, kwam jij ook weer terug? Dat kun je op de Facebookgroep vragen. In het betreffende bericht. Daar zou Mike je dan verder helpen. Wat ik zei, ben je nog geen lid van de Facebookgroep Vonnis Creaties? Gewoon even zoeken op Facebook. Maak een account aan als je die niet hebt. Het kost niks. En meld je aan. Zoek op groepen en dan Vonnis Creaties. Dan is het een besloten groep. En daar word je gewoon toegelaten. Je meldt je aan en je wordt toegelaten. En lees even de regels van de groep, want dat is best belangrijk. En ja, doe gewoon gezellig mee met ons, met de crochetalon. En wie weet vind je de groep zo leuk dat je blijft en dat je nog veel meer met ons gaat delen.
echt superleuk. Ik wil Mike ongelooflijk bedanken. Ten eerste voor het vertrouwen dat hij in mij had om hem te ondersteunen bij het patroon. Kan dit, mag dat, noem maar op. Ik heb geen ideeën aangedragen, geen ontwerpdingen. Het is compleet zijn patroon. En ik heb echt de laatste steek met weemoed gehaakt. Ik heb er zoveel plezier in gehad. Echt, echt geweldig. Het was voor mij een uitdaging om me echt aan het patroon te houden. Om niet stiekem toch iets anders te gaan doen. Maar ook om 30 lappen te haken. Want als ik iets niet leuk vind, zijn er 30 lappen haken. Ik zie af en toe dekens voorbij komen van over de honderden lappen. En dan denk ik, oh wat geweldig als je dat kunt. Dat kan ik nooit. Het is me nu gelukt, dankzij het patroon van Mike, is het mij gelukt om zelfs met plezier 30 lappen te haken. Echt, het was een verademing. Zo leuk om te doen. Het is een pop-in party om deze deken te haken. En ja, ik zit nu even in een gat. Wat ga ik nu doen? Ik weet het nog even niet. In ieder geval elke week een tutorial uploaden. Want ik heb ze nu klaar liggen en elke week komt er één. De bedoeling is op vrijdag, maar het kan zijn dat door privéomstandigheden op de een of andere manier dat niet gaat lukken. Dan wordt het zaterdag of vrijdagnacht. Maar in ieder geval rond die tijd, rond de vrijdag, is het de bedoeling dat er de tutorial online komt te staan. En ja, wie weet wat er verder uit voortkomt. Je weet maar nooit. Toch? Ik ga Wiebe dit laten knutselen. Ik geef hem de gegevens die ik jou ook al gegeven heb. Wiebe die mag alles op een rijtje gaan zetten en er een mooi plaatje van maken, zo in beeld. En dan kun je hem even op pauze zetten, alles overschrijven, screenshot maken. Geen idee hoe jij dat technisch gaat aanpakken. En dan kun je wolgen inslaan. En aan de slag. Gaaf! Ik wens jullie heel veel plezier. Net zoveel als ik gehad heb. En Mike en ik, wij gaan ons best doen. Nou ja, ik heb mijn best al gedaan. Het is nu aan Mike om jullie verder te helpen. Maar ik ga wel meegenieten van al jullie creaties. Alles wat jullie laten zien van de deken. Hoe jullie de kleuren gaan verdelen. Welke kleuren je gaat gebruiken. Hoe de lappen worden. Deel alles met ons. Want ja, daar worden wij ontzettend blij van. En dat mag ik echt zeggen namens Mike en namens mezelf. Jullie maken ons gelukkig. Echt waar. En ja, ook van Chrissy. Een kusje. Speciaal voor Jasper. Hé? Krijgt Jasper een kusje? Ja, oh, is die voor Jasper? Jasper, kusje van Christina. Voor jou.